jaar aan de bar. We zetten een koel aan. Terwijl we meer ervaringsbier gaan hebben. Ik ben Sean van Oudenaarde. Geboren getogen Schiedammer. En nog erger, geboren getogen Goorzenees. Dat wil voor de kenner toch wat zeggen. Ik heb jaren, 27 jaar lang, hebben wij het Maasbuurfeest georganiseerd. En na al die jaren ga je steeds meer organiseren, je doet steeds meer ervaring op. En blijkt gewoon dat daar je passie ligt. En dat heb ik altijd naast mijn baan gedaan. En toen zeg maar, dat feest op het einde kwam, ben ik met mijn eigen bedrijfje evenementen gaan organiseren. En als we dan kijken waar de locatie waar we nu in zitten, de Grote Kerk. Dan wil ik daarmee laten zien hoe mooi stad we zijn, een mooi gebouw hebben en wat voor mogelijkheden eigenlijk zijn. Want de feesten die wij doen, die waren hier nog niet. We moeten nog even door de kerk heen, we moeten nog wat dingen meten. Want we hebben namelijk 20 oktober hebben we het Oktoberfest. Het eerste Oktoberfest in Schiedam en het eerste Oktoberfest in Nederland in een kerk. Daar ben ik eigenlijk best trots op. En dat mag de gemeente ook wel zijn, denk ik. Nou, ik werk goed met de gemeente Schiedam op allerlei vlakken. In het verleden hebben we dus met meerdere afdelingen te maken gehad met veiligheid, maar ook met vergunningen en met subsidieën. En ze hebben ook operationele zaken. Heb ik nog steeds de gemeente Schiedam nodig, waarvan ik ook denk dat ze mij nodig hebben, want we moeten elkaar wel versterken. Maar ook wel door schade en schande wijs worden. Zoals ik net al zei, ik heb natuurlijk Maasbuurfeest georganiseerd. En als dan in de beginjaren kijk dat wij dat feest organiseerden en toen de ambtenarij. Dat was helemaal niet zo leuk, dat was stug. Maar als dan kijk je naar de laatste jaren, dan zie je echt dat je echt met z'n allen wel je schouders eronder wil zetten. Ja, er zijn op een gegeven moment mensen gaan roepen dat het gewoon wel een mooie stad is, een leuke stad en heel veel potentie heeft. En ook gewoon zakelijk gezien, we hadden hoge werkloosheid. Als je kijkt naar het inkomen van de gemeente Schiedam, was laag. Het was een trieste stad. Je was helemaal niet trots op je stad, want je ging niet buiten Schiedam vertellen dat je in Schiedam woonde. En op een gegeven moment zijn er wel wat mensen, en ik kan ze niet bij naam noemen, die zeiden van ja, voor mij moeten ze maar gewoon meer laten zien dat we wel een mooie stad hebben. Ja, maar we hebben daar een deur. Ik zou nog minder willen lullen en nog sneller willen poetsen en gewoon gaan en gewoon doen. Maar ik zie het durf zie ik wel heel goed terugkomen. Ik denk dat dat het enige remedie is om een goede stad ervan te maken. Leuk.